Ik hoorde gisteren een bericht op de radio en ik vond dat wel nog leuk om met jullie te delen. Het heeft denk ik wel de nationale pers gehaald, toch in België. Er was dus een brand uitgebroken in een schooltje in Eversel. Dat zou een school moeten zijn bij Heusden, Zolder. Ja. Er was dus een brand uitgebroken op een school. Hier ergens zul je een artikelkop zien. Er was een tafel in brand gevlogen omwille van de houtvis zijn vissenkom. Goed, dan dacht ik van, tja, had je het maar moeten weten. Had je maar geen vis in een kom gezoken of in een visbokaal. Dus ik vond het wel leuk om het met jullie mee te delen. Toen ik het op de radio hoorde, ik had dadelijk geappt naar die radio en zeggen van, hadden ze maar geen vis in die kom gestoken. En kreeg ik een smiley terug van hen. Dacht ik van, oké, jullie maken er niet van. Als jullie het niet willen brengen dat vissen niet in een kom horen, wie zal het dan wel doen? Wij proberen als aquarium ons best te doen om dat bij de man te brengen, maar dat lukt dus heel, heel moeilijk. Maar goed, eens iets anders. Gaan we over iets anders beginnen. Vivarium, nog dichterbij, nog enkele dagen. Het is gewoon heel spannend. Ik heb ongelooflijk veel werk. Ik heb veel werk en de tijd die ik over heb na mijn werk en zo, moet ik dan nog doen. Ik moet van alles klaarzetten. De stickers liggen klaar in een doos. Flyers die we gemaakt hebben. Sneak peek. Heel veel werk. Plakkaatjes die we maken. Zullen we wel zien op de beurs voor wat dit allemaal dient. Ik heb gisteren de banner opgehangen. Of ben er al getest met de lichtbrug en zo. Dus de lichtbrug eigenlijk, die hangt op de lichtbrug. En, maar waarover zullen we het nu hebben? Laten we het eens hebben over de Loricaria similima. Ik vind het een heel leuk visje. En ik zie net dat mijn ramen eens moeten gepoetst worden. En dat klopt, want vandaag zijn we dinsdag. En dat we zeggen dat we ramen moeten gaan poetsen. De Loricaria similima. Ik heb er twee zitten, een iets grotere en een kleinere. Dus die grotere is echt wel groot. Die zit daar. Ik vind het echt wel heel mooie vissen. Ik vind het echt prachtige vissen. Dus de Loricaria, zoals je hem hier ziet. Dit is mijn grootste. Die visjes, ik had eerst zo van, ja, zo moet ik niet hebben. Maar ik vind ze echt wel tof. Die borstels die ze ook hebben aan de voorkant. Ik vind ze gewoon prachtig. Die visjes zijn Zuid-Amerikaanse uiteraard. Die aquarium zit enkel Zuid-Amerikaanse visjes. Dus de Loricaria similima kun je terugvinden in Brazilië, Venezuela, Peru, Paraguay, Colombia. Dat is eigenlijk een groot deel van Zuid-Amerika. Ze zijn gevonden in de Rio Oronico. Sorry, de Rio Oronico. Ik kan dus die niet uitspreken. Dus de Dus in de Rio Orinoco en de Rio La Plata. Dus dat zijn de vindplaatsen van deze visjes. Je kan ze wildvang verkrijgen, echter zijn ze blijkbaar in wildvang heel, heel moeilijk aan het eten te krijgen. Nu ja, het zijn geen wildvang, het is naakweek van mij. Zitten graag temperatuur. 24 tot 26 graden maximum. Ze kunnen ook vrij groot worden. Ze kunnen maximaal 18 centimeter groot worden. Ze kunnen ook aan hun staart hebben zo nog een sliert hangen. Dat kan nog een vijftal centimeter lang worden. Ik heb wel een keer gezien dat de kreeën en afbreekt. Nu dat groeit wel terug, heb ik gemerkt. Het zijn ook heel vreedzame visjes. Hè. Ze kunnen echt met elkaar opschieten. Ze laten andere vissen met rust. Ze laten ook jullie planten met rust. Hey, dus niet zoals sommige eilnummers die echt wel graag aan de planten zitten. Dus de naakweek zal ik maar zeggen. Ze zijn heel makkelijk te voeren, die eten alles. Die eten gewoon mee.
met de rest. Je kan eventueel eens groenvoer gaan geven, maar ik doe het zelf niet. Het voer die ik geef is zowel je droogvoer, dus basdier en zo, is een beetje van alles, is zeker genoeg. Ik geef ook Viformo, eten ze ook van, dus je ziet er echt wel alles. Wat het water betreft, pH van 5,5 tot 7 is oké, 7,23 maximum. Ze leven liefst op zachter water, met het KH liefst rond de 4 à 5, maximaal 6 de KH en de GH maximaal 10. Dus redelijk zacht water. Van de stroming had ik het al gezegd, de stroming mag ook wel goed zijn. Wat er ook speciaal is aan deze visjes, die zit hier nu verstopt. Wat er ook speciaal is, is dat het mannetje de broedzorg doet. Dus de mannetjes gaat ook de eieren dragen onder de buik, dus tussen de vinnen onder de buik. Ik heb het helaas nog niet hier gehad in mijn bak. Ik heb het wel zelf al gezien in een winkel. Dat was bij Aqua Amazon, dacht ik. Het is eigenlijk wel mooi om te zien. Het duurt ongeveer de kwee, ze dragen ongeveer de eitjes, dat is maximaal een tweetal weken, dat is een 14, 15 dagen dat zij de eitjes dragen. Het zo naar lang de temperatuur en het waterkwaliteit zijn. Dus hoe beter uw water, hoe sneller dan de eitjes zouden uitkomen. En vanaf dan de eitjes eruit zijn, is er geen broedzorg meer. Dus moeten de kleintjes, zullen we maar zeggen, hun plan gaan trekken. Ik ga deze video terug afsluiten. Ik hoop dat jullie terug wat hebben bijgeleerd. En ik zie jullie misschien al deze week of op Vivarium. Doei!